meeste impact heeft gemaakt dat Leander steeds vroeg om het nog concreter te maken en minder genuanceerd. En dat het hielp om het even helemaal zwart-wit neer te zetten, om daarna weer in het midden en wat ik echt vind uit te komen. Bij Great Communicators geloven we dat die kennis, die vaardigheden, die tools bedoeld zijn om jezelf te laten zien. Ik vraag uw aandacht voor Emma Stoks. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat ik echt wel ruimte in mag nemen. En dat het mijn 10 minuten zijn waarin ik mijn verhaal op mijn manier mag vertellen. Ik was in het begin heel erg bezig met het publiek en veel aankijken. En het heel genuanceerd zeggen allemaal. Maar dat ik als spreker echt wel ruimte in mag nemen, dat het om mij mag gaan. In elk verhaal probeer je te zoeken naar een persoonlijke ervaring. En wat er dan in die persoonlijke ervaring universeel is. Wat iedereen herkent, wat iedereen voelt. Wat zou er dan gebeuren als ik gewoon mijn tekst loslaat en gewoon mijn verhaal ga vertellen? Dus dat ben ik gaan doen. Dat beviel heel erg. En ik denk echt dat dat me wel heel erg helpt als ik daadwerkelijk op het podium sta. Zelfverzekerde vrouw, krachtige vrouw ook. Dat je in eerste instantie denkt van waar gaan we nou eigenlijk aan werken? Maar als je er dan goed doorheen kijkt, dan zie je dat er eigenlijk heel veel informatie in eerste instantie nog was. En dat hebben we eigenlijk afgepeld naar een concreter, simpeler verhaal. Zodat de boodschap eigenlijk helderder overkomt. Masha gaf zelf al aan dat ze, omdat ze hoogzwanger is, dat haar ademhaling steeds meer omhoog gaat. Dus ik heb met haar gewerkt aan een ademhalingsoefening, waardoor ze meer controle heeft over de lucht die ze nu nog heeft, waar ze dan beter op leert spreken. Een TED-talk is toch best wel een ding. Het is een groot publiek, je hebt een groot bereik en ik ben ontzettend blij dat ik mijn boodschap nu met zoveel mensen mag delen. Dus ik sta echt te springen, ik kan niet wachten. Waar ik nog mee aan de slag wil gaan is hoe ik me zo goed kan voorbereiden dat ik ook tijdens het geven van de talk de emoties kan voelen die er voor mij in zitten. Dus om dan niet het gewoon op te lepelen wat ik uit mijn hoofd heb geleerd, maar echt in het nu te zijn als ik die talk geef.